Partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Zijn vrouw Loet de reclame? Hebben we allemaal onze viervoeters en tweevoeters toes flink geknuffeld? Want ja mensen, het is Werelddierendag. En dan moeten we allemaal even bij stilstaan. Perla, alsjeblieft. En eens kijken wat onze eigen Wim Kremers eigenlijk van hoesdier heeft. Ja, Wim, we hebben afgesproken dat al onze gasten een hoesdier metnemen. Nou, ik zie vroeger een hoesdier gehad hebben. Ja? Hoofdluis. Daar heb ik al jaren geen last meer van. Verdraas heb ik geen hoesdier, nee? Erik. Nee. En dan wordt het toch een moeilijke taak vandaag om vandaag op Dierendag alles in het kader van Limburg-Lijn te zoeken rondom dieren. Helemaal niet. Toch niet? Helemaal niet, want de wereld staat bol van de dieren. Mm-hmm. En ik heb me er altijd met graagte in verdiept. Dus het zal toch wel niet verbazen dat ik iets over de geschiedenis van het dier ga vertellen, maar dan meer het huisdier. Okay. Want we vergeten, het huisdier is natuurlijk nu veel gekoesterd, maar vroeger wordt het niet zo. Ja, ik heb vroeger aandacht voor, maar ik moet nog even mijn hoesdier in de gaten houden. Want dan begint hij te bewegen natuurlijk. Maar hij beweegt toch niet eigenlijk, Erik. Dat doet niet. Nee. Ze zeggen wel, ze liggen een beetje op het baasje, maar het zou een ambtenaar kunnen zijn. Maar goed, dat geheel te zijn. Met de geschiedenis. Vroeger, die hoesdieren, ja, die blijfden toch nog een beetje, laat ik maar zeggen, eenvoudig. Mm-hmm. In die zin, vroeger worden er hoesdieren. Alleen bij de gegoede burgerij, dus de deftige lui, die hadden een hoesdier. Ja. En die knuffelden de ooghalen. Ja, dieren waren om te werken. Waarom te werken. Ja. Jezus, dat is een tafereeltje. Dat zijn een beetje deftige kenje, verwende apen, vuil te dik voor hun lijf. En die hebben twee van die kefferkens neven zich zitten. Dus dat waren eigenlijk het huisdier. Dat waren voor de betere bevolking. Later hebben de arme bevolking ook huisdieren gekregen, maar die oten ze meestal op. Want die konden zich dat niet permitteren. Weer later is het huisdier, ja, dat waren ook dieren die nut hadden. He, koe en schurp en geiten, die hadden nut om de boerderie in de gang te houden. Maar ook de hond. De hond was vroeger geen knuffeldier, maar de hond, voor gebruik, waren waakdieren. Ja, de kat was geen knuffeldier, maar die moest de moezen van de boerderie afhouden. Mm-hmm. Op een gegeven moment is er ontkentering in gekomen. En ja, de wets, ik heb dan specifieke mening over, sinds de wiet doorgeschoten. Ik heb ook eens naar de onderzoeken gekeken, wat dieren betreft en wat mensen en dieren samen betreft. Het blijkt zo te zien, wie ellendiger het met mensigheid, wie meer hoesdieren of ze hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Wallonië. Een relatie tussen, ja. Wallonië heeft ongeveer dubbel zoveel huisdieren als Vlaanderen. Nou, de wets Wallonië staat helemaal aan de bottom, daar hebben ze veel ellende. Vlaanderen staat veel hoger en hebben ze minder huisdieren. Die houden zich meer met mensen bezig. En wat ook blijkt, dat een huisdier heel veel over de psyche van de mens zegt. Een huisdier is vaak gekocht om gekoesterd te worden. Dat zijn mensen die soms eenzaam blijven, ja, verdriet moeten verwerken enzovoort enzovoort. Dus er zit veel meer achter. Maar ik wil me toch eigenlijk met beperken, want ik maak me toch niet geliefd met. Dus ik wil ook de positieve dingen even vertellen. Ja, even duidelijk zijn, ik heb ook mijn statistisch onderzoek. 46% van Nederlandse gezinnen het een huisdier. Nou, wet zo slecht of het met Nederlands gesteld is. Dat is het ook net zeggen. Maar even terug naar Werelddierendag, want dat heeft natuurlijk ook een reden. Waarom vieren we nu Werelddierendag op 4 oktober? Mm. Nou, in 1927, daar was er een mevrouw. En die mevrouw die zat in Australië en die was dierenliefhebster. En die dacht, moeten we gaan doen voor die dieren. En dat was een zekere Ilse Winter. Maar die leefde in dat tijd al in Tsjechië, in Brno. Klinkt lekker, hè? Winter. Ja. Dus op een gegeven moment had hij contact moeten opnemen. Want vroeger kon ze niet zomaar gaan organiseren. Moest ze contact opnemen met een hele deftige mevrouw in Londen. Mm-hmm. Dat was Margaret, en hou die vast, Margaret Ford. Dat klinkt heel deftig. Wel echt Engels. En die was voorzitter van de Wereldbond voor Dierenbeschermers. Mm-hmm. En die Margaret Ford die had dat in overweging genomen, als ze naartoe ging, om een dag voor de dieren te organiseren. Maar dan moet natuurlijk nog één goedkeuring komen, dat was van de katholieke kerk. Mm-hmm. En de katholieke kerk heeft uiteindelijk bepaald tot 4 oktober Werelddierendag koos zinnen. Oké. Okay. 1930 wordt de eerste Werelddierendag. Maar dan verrust ik mij natuurlijk, waarom 4 oktober? Ja, maar waarom de katholieke kerk? Officieel, dat werd ook even zo. Wim, waarom 4 oktober? Oké, dat kan ik je vertellen, Erik. 4 oktoberdag is namelijk de feestdag van Franciscus van Assisi. En Franciscus van Assisi, hier zien we hem in beeld, was een vrij kleine man. Dat was 1,58, dus nog kleiner dan Beppie Kraft. En hij had de dadendrang voor de dieren, zoals Dion Groos bij wie zou spreken. Het was eigenlijk de Dion Groos van dit tijd. Oké. En hier zien we hem, heeft dicht heel veel met dieren en let ons op. Maar is achter ons is dierenpolitie dan? Nee, dat hadden ze nog niet. Maar de Assisi had zich altijd met de dieren bezighouden. Toen heeft de katholieke kerk gezag. Nou, dat is nu de patroonheilige van de dieren. Maar ook de patroonheilige van de voetgangers. En dat is een mooie dag. Mm-hmm. Dus vandaar dat 4 oktober eigenlijk Werelddierendag is geworden. En toen hebben we die Marije gehad. En dan denk ik misschien dat is een van de eerste die met dieren kalden. Nee, de
Franciscus, die kan de ogen verderen. Daar hebben we een foto van hem. Hier zie je, die prijkt de verderen. Maar ja, dus die twee collega's van hem, die vinden dat toch een beetje vreemd. Die zijn een beetje aan het smoezelen. Dus hij prijkt de verderen, hij kalde met de deren. Had al erg goed contact met. De eerste dogwhisperer. Dat is de eerste dogwhisperer. En ja, dat is toch fantastisch dat dat allemaal al historie heeft. Wat we hier vandaag brengen, dat had een hele lange historie. Je hoorde het als eerste bij TV Limburg, zullen we zeggen. En dan moet ik natuurlijk een beetje een brugje hebben. Het volgende onderwerp, hè, dat is met je een brugje. Mm-hmm. En het volgende onderwerp, dat het gaat over Ed Hoebe, de zaaddonor van Maastricht. Die sperma doneert aan... laatste reportage op televisie geweest. Ja, maar dan denkste natuurlijk, laatste reportage op televisie geweest, maar dan denkste dat zaaddoneren komt alleen maar bij de dingen voor. Wat zit niet in de nas, erg naar de benuurke? Vond er iets anders gedaan? Ja, dat moest even uitleggen wat de nas is. Want hoe goed is het dat is tot zuiver we weer alle filmpjes ingooien. Ja. En we kriegen het toch weer regelmatig klaar om die filmpjes in een verkeerd mapje te gooien. Ja, en ik had een wereldprimeur. Kump erop neer dat we gewoon live televisie maken en dat die achter iets technisch niet 100% klopt. En dat ze ons net hebben ingefluisterd, gooi het maar weg. En dit wordt een wereldprimeur, Erik. Ja, dat zult ze zien. Oh, het komt eigenlijk nog wel. Ja. Geur het eigenlijk. Nou, gewoon voor weer. Dat pakken we natuurlijk weer. Onderwerp. Pakken we het volgende van de dieren. Vivian Westwood, een bekende ontwerpster. Vivian Westwood was vroeger de ontwerpster van de punkcultuur. Die ontworp de kleier van de Sex Pistols. Een van de ruigste groepen die we ooit in de geschiedenis hebben gehad. Maar Vivian Westwood, die ontwerp ook kleding voor dieren. En niet zomaar kleding voor dieren. Vivian Westwood ontwerpt hele luxe kleding voor dieren. En we hebben dan een voorbeeldje van. Een jas van juwelen en saffieren. Hier ziet ze een hond met de jas aan. En die drinkt natuurlijk champagne. En dan laat ik tegen het raaien wat zijn jasje helemaal van... wat dat kost, Erik. Het doet best in de dierenleven. Misschien is het de maat van die hond. Ja. Wat denkt ze dat zijn jasje kost? 14.000 euro of zo? 750.000 euro. En de Chinolutes in. Die dat een huntje aandoen. Die dat een huntje aandoen. Dat is eigenlijk toch geweldig. Letterlijk tot dat huntje kind aandoen. Ja. Dus van de punk meteen naar de luxe hond gegaan. Mm-hmm. En dan heb ik nog iets waar ik mezelf een beetje altijd over erger. Dat is toch ook een vorm van dierenmishandeling, vind je altijd. Mm-hmm. Want dat aankleden van honden of het aankleden van dieren in het algemeen, dat hoort gewoon niet. Weer doen dan meestal die dierenpolitie inschakelen, die hoefjes die schoongemaakt moeten worden bij arme boeren met ponies. Maar hier zouden ze ook de dierenpolitie of de caviapolitie op af moeten sturen. Want dat is natuurlijk heel erg. Lui, die een hondje een jasje gaan aan. Want ik weet niet of zich dat ook deed. Nee. Maar ik heb een paar voorbeelden waar ik van zeg, dat stelt meer over de lui dan over de hondje. Ik weet niet of dat nu wel dat zijn. Kijk zo'n hondje. Het ziet er sowieso niet uit. Hier zijn een paracommande die zo'n camouflagepak aantrekken. Maar het wordt nog erger. Ja. Dat baasje gaat naar Frankrijk op vakantie. Nou, de hond heeft er helemaal geen behoefte aan. Kijk eens die. Dat is waarschijnlijk een homofiele hondenbezitter. Maar dit vind ik helemaal erg. Want eens kijken wie ze de jongen hebben aangekleed. Hij kan toch nooit meer in de café komen voor de hun. En dit is een poes. Die non de juur verkleed is als kip, Erik. Kijk, dat vind ik nu vormen van dierenmishandeling. Dat ik zeg, dat moet niet kennen. Dan moet de caviapolitie tegen op gaan treden. Mm-hmm. En dan wil ik toch besteden met een positief bericht. En een beetje misschien, hoe komt ze aan dat bericht? Maar vandaag is bekendgemaakt. De dierenliefhebbers of de liefhebbers van tonijn. Mm-hmm. We kennen nu naar het roepen, dus dan wacht ik even met de tonijn. Want we hebben een leuk filmpje. Allemaal niet meer, maar we worden ingefluisterd op een gegeven ogenblik. We werden er zelf ook gek van. Het is Werelddierendag, dus ik denk dat ook dieren in de regie hebben zitten. Normaal gebeurt dat niet. Maar we hebben een filmpje over Ed Hoebe, die is van de zaaddonor. Ja. En er is een groep in Kerkrode, Umber de Nijver. Ja. Die hebben daar een soort camouflage op gemaakt. Een soort clipje over de zaaddonor Ed Hoebe. En ik vond hem eigenlijk zo leuk dat ik hem even wil laten zien. De hoofdpersoon, dat is Joost Meijs. Dat is de zanger van Umber de Nijver. En daar zijn we. En voor degenen die maandag de film hebben gezien over Ed Hoebe, de zaaddonor Maastricht, die begrepen precies hoe we vergeten. We kunnen nu even kort fragmentje laten zien. Je wil alles geven, mijn leven, moet dan even, scherpe etje, liet alles kleven, helemaal drop, allemaal drop, zag maar hoepa, 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 hop, 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 hop. Etje hoepenstyle. Hoepenstyle, hop, 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 hop. Etje hoepenstyle, hop, 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 hop. Hoepenstyle, hop, 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 hop. Etje hoepenstyle, hey. En dus als ze het niet geloven, de hoofdrolspeler is vroeger commercieel directeur geweest van TV Limburg. Dus dat zei het genoeg. Wat ze tegenwoordig moest doen om beroemd te worden. Maar ik wil op Dierendag toch ook positief afsluiten. Ja. Een bijzonder dier, de tonijn. Mm-hmm.
Want vandaag is bekendgemaakt dat morgen op de vrijdagmarkt in Maastricht er wordt een tonijn getoond, de grootste tonijn ter wereld. Die is ooit gevangen en die wordt morgen op de markt gegooid. Die is 1,83 lang, dus 1,83 meter, en die woog 56 kilo. Dat wordt morgen ter promotie van de vrijdagmarkt wordt hij aangeboden door. En denkt ze, ik wil dat kopen, dat geeft mij Erik. Want een sushi-restaurant in Maastricht heeft dat tonijn al gekocht voor €850. Dus liefhebbers van tonijn, dierliefhebbers in het algemeen, kunnen morgen kijken naar de tonijn ter bevordering van de vrijdagmarkt in Maastricht. En ik zweer dig, dat is echt waar. Oké, we sluiten Limburg alleen af. Even met de mening dat we tijdens dit gesprek mensen die echt HD hebben, dat is er, de vleeg. En ik mag hem niet kapot slaan. Nee, dus het is werelddierendag. Hij zit nu op toen arm. Mijn hondje heeft hem ook al in de smiezen. Maar beste vent of meisje, gewoon niet te dicht bij de hondje, want dan ben je alsnog weg. Fijne dierendag toegewenst. En wat kan ze nu het beste doen voor een hondje op dierendag? Stil, er is een hond in een asiel. Wat is dan het allergrootste geschenk wat ze kunnen krijgen op dierendag? Natuurlijk maar één ding. Is dat ze geplaatst gaan worden in een prachtig gezin. En dat gebeurde vandaag en veel woorden bij. Ja, Stoetel is hier gekomen uit een eerste opvangnestje. En ze was toen 4 weken oud. Ze was op straat gevonden. En in het begin was ze erg schuw. En ze is heel vrolijk geworden, enthousiast en aanhankelijk. Dus we hebben heel veel plezier aan haar en met haar. Ik vind het goed dat dieren die een slechte start hebben gehad een goede tweede kans krijgen. Ze komen toch niet voor niks terecht bij de dierenbescherming. Een stoetel is op straat gevonden toen ze 4 weken oud was. En des te mooier vind ik het als ik zie hoe ze nu is, hoe tevreden ze is, hoe vrolijk. Dan denk ik, dat doet me goed als ik zie dat je een dier zo'n goed thuis kunt bieden dan. Dit is Karetje. Hij is een hondje van 17 jaar en ik heb hem uit het dierenasiel in Maastricht meegenomen. Hij heeft daar ongeveer 2 maandjes gezeten. Ja, eigenlijk is het natuurlijk dierendag, maar het is natuurlijk, eigenlijk moet je altijd goed voor je hond zorgen natuurlijk. Dus niet echt iets speciaals, want ja, hij krijgt altijd zijn wandelingetjes en zo aandacht en we zorgen eigenlijk altijd goed voor hem, dus misschien extra iets lekkers of zo. Geweldig toch, hè? Honden die, en katten die geplaatst gaan worden op dierendag. Dat hebben we met mijn eigen hond hebben we vandaag naar de studio met hebben genomen. Want dit is tenslotte werelddierendag en vroeger deed je dat op de basisschool ook. Is dat niet nodig, want hij had al een warm nest. En kind ging misschien een goede meneer en dat is Caesar Millen. Die had het voor elkaar gekregen als dog whisperer om 3 Emmys in de wacht te slepen met zijn programma bij National Geographic Channel. Ongetwijfeld heb je de man wel eens in actie gezien. En daarmee is het communiceren met honden eigenlijk algemeen gemeengoed geworden. Dat kan eigenlijk op 2 manieren. Je kijkt heel sterk naar de signalen die de hond afgeeft of de praat gewoon met de hun. En ja, ik heb er al eerder in deze uitzending gezien, in het eerste gedeelte van Limburg vandaag, onze medium Mireille van Rijn. Kan dat, praten met honden op een spirituele manier? Ja. Hoe doe je dat dan? Kan iedereen dat? Nou, laten we het etiket spiritueel er gewoon afhalen. Ja? Alles is energie en heeft trillingen en frequenties, zoals geluidsgolven. En zo kun je dat ook met energie doen. Iedereen kan dat leren. De een heeft er meer talent voor dan de ander. Maar je kan het allemaal proberen door eerst in je buikgevoel te gaan zitten. En dan ga je heel erg met je mind ga je focussen op het dier. En dan zul je merken dat als je een dier bijvoorbeeld roept, dat het, en je oefent dat een aantal keer, dat het komt. Als je nou het dier met je gedachten, zonder dat je spreekt, roept en het komt, beloon het dan ook weer, hè? Dus het goede gedrag belonen, wat meneer van de hondenschool ook al zei. Dan zul je merken dat je met een dier kan gaan telepateren. Mm-hmm. En daar kan je, daar kun je van alles mee gaan doen. Maar hoe gaat dan, zou ik bijna willen zeggen, zo'n gesprek? Dit is een stukje telepathie.
Wat je ook kan doen is, hè, en dat gebeurt al heel vanuit mijn vak, hè, de dierenfluisteraars. Mm-hmm. Die kunnen echt zich helemaal verbinden met de ziel van het dier, hè, en de energie van het dier. En daar kunnen ze alle informatie uithalen. Je kan ook vragen stellen aan de hond in deze dan. En niet dat je overal antwoord op krijgt, maar je gaat kijken wat krijg ik er allemaal uit. Of wat speelt er? Of zijn er problemen met bepaalde mm-hmm. dingen? Mm-hmm. Is dat dan een manier om ook het gedrag van de hond aan te passen? Kun je met hem in overleg gaan over dingen die je toch niet zo leuk aan hem vindt? Dat zou kunnen. En ik denk, ligt eraan welke gedragsstoornis er eventueel zou zijn. Of een overleg, denk ik, met iemand die ook echt de dieren traint. Maar soms kan een dier ineens een ander gedrag laten zien. En dan kan het inderdaad een hele goede uitkomst zijn. Ja, jij bent daar wat meer geoefend in. En je wist dat ik mijn huishond zou meenemen. Dus je hebt ook met haar gesproken, zullen we het dan maar zo zeggen. Ja. Ja. Wat leer je dan in zo'n gesprek? Wat ik nu gedaan heb is ik heb de foto van Perla gekregen. Het eerste wat ik doe is met mijn hart en mijn buikgevoel, hè, ga ik proberen naar Perla te gaan. Je vraagt altijd om toestemming. Van mag ik met je communiceren? Dat vraag je aan alles waar je mee communiceert. Wat ik ervan leer, ik ga gewoon kijken van, nou, wat heeft Perla mij te vertellen? Wat zijn de dingen die mij opvallen? En wat mij opviel is dat Perla een hele dominante hond is. Mm-hmm. Die hechtingsproblematiek had. Mm-hmm. En soms ook een beetje moeite heeft met wie nou eigenlijk het baasje is. En dat er wat wisselingen in de leiding is, zeg maar. Dus de een zegt dit, de ander zegt dat. En dat kan heel fijn zijn. Hè? Dat hoeft niet eens heel opvallend te zijn. Waardoor Perla af en toe wat in de war raakt. Van ja, hoe zit het nu? Ja. Ja. Nou, hele gekke. Wij weten niet zo gek veel over deze hond, omdat hij uit Spanje komt. Ja. En ja, even in mijn lekentaal, hoe communiceer je dan? Dat gaat dan toch gewoon in het Nederlands? Of hoe moet ik dat zien? Ja, nee, het is niet zo dat ik in één keer blaf met hond natuurlijk. Het zou leuk, of zij Spaans praat. Ja, het zou leuke reclame zijn. Of een leuke televisie zijn natuurlijk. Nee, het is energie is eigenlijk een soort code. Ja, code klinkt natuurlijk heel mystiek. Maar ik kan dan op de een of andere manier, krijg ik dat gewoon in mijn gedachten binnen. Wat ik ook gedaan heb voor de uitzending, hebben we het er even over gehad. Van, nou, ik zei ook van ja, dus met harde hand is deze hond behandeld. Alleen mijn gevoel en wat ik begrepen heb, is dat hij niet als pup bij jullie gekomen is. Ja. Hè? En dat blijkt dus ook, na even met jullie gesproken te hebben, dat ook het geval is geweest. Ja, er waren een aantal zaken die inderdaad klopten. Terwijl toch niet vooraf hadden wij je geïnformeerd hoe de hond er was. Je was er redelijk snel uit dat hij niet lang bij ons was. En dat hij toch inderdaad toch een harde jeugd heeft gehad. Ja. Nou, zover wij weten, klopt dat. Ja. Wat kun je daar dan mee? Hè? Kun je dan op een gegeven ogenblik in je contacten met zo'n hond hem nog een boodschap meegeven? Kijk, je kunt er door een hond of welk dier ook heeft discipline en structuur nodig. En zelfs als met een kind opvoeden, dus ook met dieren opvoeden. Maar je weet zijn achtergrond. En daardoor zijn er bepaalde patronen of bij bepaalde handelingen. Dus je kan wel een soort van rekening houden met, nou oké, dit heeft de hond meegemaakt. Dat is geen excuus voor bepaald gedrag. Alleen door dat bijvoorbeeld mee te nemen in een situatie, kan je misschien net bepaalde gedragscodes die je met de hond zeg maar hebt, kun je daarop aanpassen. Nou, je hebt net in het eerste gedeelte van Limburg vandaag had je je eigen huisdier meegenomen, een pup. Ja. Is er een leeftijd gebonden aan communiceren met honden? Kun je het met een pup ook wel doen? Heb je al contact met je eigen hond? Ja, maar het is nog niet dat ik echt hele gesprekken al met de hond heb. Het is echt nog een baby. Heel speels, heel rebels. Ik merk wel al dat het reageert op als ik met de hond ga teleporteren van kom hier. Dus ik stuur met mijn, want ik vind het ook leuk. Ik wil dat ook aan mijn zoon gaan leren. Hoe doe je dat nou? Buiten dat het hondenschool gebeuren. Wat ik doe, en dat kunnen mensen thuis of jij zelf ook. Mm-hmm. Hè? Als je een hond opdracht geeft, kun je met je gedachten ook al mee gaan sturen. En dan kun je op een gegeven moment eens kijken van als ik het nou niet ga zeggen. Dus die overgang maakt zonder woorden. Kijken of het dan ook werkt. Mm-hmm. En je zou hem daarmee dus wat kunnen aanleren, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja, dan heb ik zeggen al in de introductie. Hè. We zien op National Geographic de Dog Whisperer. Ja, geweldig. Het komt steeds meer, wordt het als normaal gezien. Versterkt dat jouw functie zelf dan ook als een vorm van de hondenfluisteraar? Krijg je daar meer een begrip mee? Ik
kan met dieren fluisteren of honden fluisteren. Hè? Dus ik doe het niet dagelijks. Ik vind het voor mezelf vooral heel erg leuk of in mijn omgeving. Het mooie is dat er steeds honden fluisteren. Mm-hmm. Het mediumschap, eigenlijk alles wat met spiritualiteit is, eigenlijk een bewustwording. Hè? Er is gewoon veel meer dan dat wij eigenlijk voorheen over nagedacht hebben. En het rare, zweverige randje mag er verliefelijk afgaan. En dat merk je ook, dat steeds normaler wordt. Mensen vinden het ook echt leuk of interessant. Mensen merken zelf ook eigenlijk dat ze hartstikke gevoelig zijn. Dingen doorkrijgen, maar het vaak niet in de gaten hadden. Of hoe werkt dat dan? Hoe kan ik dat dan toepassen? Dus het mystieke gaat eraf. En belangrijkste moraal van het verhaal, we kunnen het allemaal. Ja. Oké, okay. Meer informatie over dit onderwerp kunt u natuurlijk aantreffen op onze eigen internetsite www.tvl.nl met een doorlink naar je eigen site. Ja. Bedankt voor je komst naar de studio. En ik zei dan aan het begin, succes bij onze collega's van RTL. Want binnenkort, wanneer ben je weer te zien? Zondag. Aanstaande zondag. Ja. Oké, allemaal kijken naar onze collega's van RTL. Nou, we gaan hem afronden. Deze uitzending van Limburg vandaag. Perla, dan mag je het koekje mogen ze door nu gaan halen, want dat hebben ze wel verdiend. Het wordt een hele bijzondere hondenuitzending en kattenuitzending en cavia-uitzending. Ik zou zeggen, knuffel uw eigen huisdiertje nog een keer. Morgen is het natuurlijk geen Werelddierendag meer, maar dan hebben we weer een normale uitzending van Limburg vandaag. En dan gaan we het onder andere hebben over een illusionist en acteur Servé. En als je geïnteresseerd bent in een robotwedstrijd voetbal, dat is heel wat anders dan dieren, dan moet je morgen al zeker kijken een nieuwe aflevering van Limburg vandaag. Bedankt en tot morgen.